En de eerste fight met Big D is klaar. Wegwezen, vriend. Yo, Nintendo fans. We hebben een lekker teampje hoor in deze Nuzlocke Challenge. We gaan keihard. En in de verte zie je de eerste gym. Die gaan we vandaag proberen te doen in deze Nuzlocke Challenge. Maar eerst moeten wij een beetje gaan trainen. Hallo Pokekid Shane met je Pikachu. Ja, dan zou dit vroeger paniek geweest zijn. Want vroeger was Slowpoke natuurlijk gewoon een watertype Pokémon. Tegenwoordig is het geen watertype Pokémon meer. Tegenwoordig is het de Psychic-type Pokémon. Althans, hier in Galar. Oh, hij gaat nu Electrobal doen. Ik ben wel benieuwd wat dit doet. Ja, dit doet wel aardig wat pijn. Dat vind ik niet leuk, Pikachu. Dat vind ik helemaal niet leuk. Pikachu gaat weer over op Quick Attack. En dan heb ik hier een Slowpoke met Confusion. Die deze Pikachu even keihard verslaat. Ja, we hebben de XP nodig straks voor de eerste gym van Milo. Wooloo is inmiddels leveltje 17. En door. In de vorige aflevering hebben we deze Meowth gevangen. En nou dacht ik me te herinneren dat deze trainer Flying-type Pokémon heeft. Voor degene die niet weet wat een Nuzlocke Challenge is. Ik mag alleen de eerste Pokémon vangen die op mijn routes komt. En als een Pokémon down gaat, dan is die ook dood. En dan mag ik hem dus niet meer gebruiken. Doe even die duimpjes omhoog. Als je dit nou hele vette video's vindt. En vergeet niet te abonneren. Hè? Vergeet niet te abonneren, jongens. Daar help je me heel erg mee. Dan gaan wij deze Electrike verslaan. Ik noem deze Pokémon al de hele tijd Mantrikes. Al sinds de vorige aflevering. Maar Mantrike is natuurlijk de evolutie van Electrike. En kijk eens. Hij doet mij helemaal geen pijn. En dit voelt zo goed. Ik denk dat we er echt heel erg goed aan hebben gedaan om deze Meowth te vangen, jongens. Steel-type Pokémon hebben nou heel vaak gewoon weinig weaknesses. En dat is zo nice. Heel veel moves op Steel-type Pokémon zijn not very effective. En dat is echt lekker. Zoals je al ziet, deze Electrike maakt eigenlijk heel weinig kans. Hij krijgt wel een potion, dus het duurt allemaal wel even wat langer. Hij heeft dus geen Flying-type Pokémon. Ik dacht dat echt. Zijn we lekker met munten aan het gooien met Meowth? Nog een laatste wanhopige tackle van Electrike. En dan is het PD en dan, ja, dan is het klaar. Dat is afgelopen. Over en uit. Finito. Stunky naar level 16. Stunky is echt snel. Ik dacht dat Stunky echt een trage Pokémon was. Maar de beste stat van Stunky is de snelheid. De volgende is een Lotad. En die doet waterpistool. En ook wateraanvallen. Oh, die zijn niet not very effective. Oké, ik dacht dat die misschien ook not very effective zouden zijn. Maar blijkbaar niet. Wat gaat hij nu doen? Hij doet nu een absorb. Dat is wel not very effective. Dan krijgt hij denk ik echt 1 HP erbij. En dan hoop ik dat we het met deze PD kunnen fixen. Dat zou wel even goed zijn voor mijn gemoedstoestand. Nee, oké. Hij doet nog een keer absorb. Ik denk dat hij meer kans had gemaakt als hij nog een keer water gun zou doen. Maar dat doet hij gelukkig niet. En dan is het einde verhaal voor Lotad. Mazzel! Ja, dit voelt goed, jongens. Dan hebben we hier nog een Eevee trainer. Oh, en die gooit er een Milkery uit. Nou is het jammer, jongens, dat ik nog geen Steel-type moves ken. Kom op, Meowth! Oh, ik zou het zo chill vinden als mijn Meowth even snel evolueert. Hij doet nu Draining Kiss. En die is natuurlijk not very effective. Dat is heel mooi. We hebben gelijk een goede counter met deze Pokémon voor Fairy-type Pokémon. Als ze bij de Tokekiss aan gaan komen van Opal, dan kunnen we deze Pokémon goed gebruiken, denk ik. Maar ja, dan moet hij niet van tevoren down gaan, natuurlijk. Wat een rare melkachtig spookveeën Pokémonnetje is dit, hè? Ik ben wel benieuwd. Wie van jullie heeft Milkery ooit in zijn team gehad? Nou, ik nog niet, hoor. Hou eens op. Met je crit. Nu heb je ook gewoon een critical hit, joh. Gaan we nou echt moeilijk doen met je Milkery? Kom op. Hou op. Nu is het klaar, Milkery. De laatste keer was dit. Ophouden, ik wil niet gekust worden. Meowth gaat nu naar level 16. Zijn special attack en zijn special defense, die krijgen allebei plus 0. Oké, dat is iets om rekening mee te houden. Kijk, nu leer ik wel een steel type move. Namelijk Metal Claw. Twacky kan hier trouwens even lekker snel wat Diglets gaan verslaan. Gratis XP. Zo. Dat is 1. Dat is nummer 2. Daarmee gaat Slowpoke ook naar level 18. Oh, en die wil Water Pulse leren. Sowieso is dat handiger dan Acid, denk ik. Kan wel nice zijn als ze tegen vuurtype Pokémon moeten strakjes. Nou is de special attack van mijn Slowpoke ook wel echt heel slecht. Dat is wel heel jammer. Het is vooral een Pokémon die zich nu al van de fysieke aanvallen moet hebben. Maar hij kent alleen nog maar special attacks. Dus dat is wel een beetje balen. Was jij dan die Eevee trainer? Had jij een Eevee'tje bij je? Ah, ja, kijk, jij was dat. Nou is het maar te hopen dat deze Eevee dus geen fighting type moves kent. Want dan kan ik wel een probleempje hebben. Oh, kijk, gewoon een tackletje. Dat mag helemaal, Eevee. Geen probleem. Quick attack vind ik ook helemaal goed. Normal type moves vind ik prima. Hoppakee. En dan maken we het af met PD. Mazzel! Oké, dit ging redelijk simpel. Kijk, een Eevee is wel heel lekker in de Nuzlocke Challenge. Want die kan je precies laten evolueren in een type dat je nodig hebt. En dat zou nu heel handig zijn. Want ik heb niet echt een type wat goed is tegen Milo. Tegen Grass-type Pokémon. We hebben misschien alleen Stunky die iets kan doen met
Oh, met de Poison-type moves. Maar de Pokémon van Milo, die zijn wel even level 19 en level 20. Dat is wel even andere koek dan wat hier allemaal in dit veld loopt natuurlijk. En jou had ik even over het hoofd gezien, vriend. Joltik, die begint eventjes keihard met Electroweb. Wil je dat dus eventjes niet doen, vriend? Ik pak even mijn Twacky erbij. Ik weet niet of dat slim is trouwens. Want het zou zomaar kunnen dat Joltik ook Bug-type moves kent. Nou is mijn double hit gelukkig genoeg op Joltik. En gaat Benelby naar leveltje 17. Die moet even snel evolueren. Oh, ik weet niet tegen welke Pokémon we nu moeten. Ik heb het te snel weggeklikt. Zal ik switchen naar Slowpoke voor de zekerheid? Ik zag iets met een G. Het zou zomaar een Growlithe kunnen zijn. Een Grubbin is het, oké. Okay. Grubbin can't bite. Wooloo, kun jij dit even regelen? Oh my gosh, bug bite. Critical hit, alles. Kijk hem daar ook staan, jongen, die trainer. Zo van, nou, dit gaat wel best lekker. Ja, dit gaat veel te lekker, jongen. Met je bug bite. Straks maak je me nog kapot, vriend. Daar ben ik niet van gediend. Oh, hou op. Dit gaat helemaal fout. Straks gaat mijn Wooloo kapot, jongens. Vice Grip, wat gaat dit nou weer doen? Wat ken jij voor moves? Hou op! Ik heb 8 HP over. Waarom zijn het steeds die bug-type Pokémon die zo moeilijk doen? In aflevering 2 of zo hadden we ook al moeite met zo'n bug-type Pokémon. Ik vind dit zo niet chill, jongens. Ik vind dit zo niet relaxed. Maak die Grubbin kapot, jongen. Dit zou moeten lukken, jongens, met Wooloo. Man! Elke keer die bug-type Pokémon. Butterfree in de vorige aflevering. Hier Grubbin. En eerder hadden we ook al last van zo'n gek. Gelukkig gaat Meowth wel even een level omhoog. Ik kan nu Pin Missile leren trouwens. Dat is in ieder geval een bug-type move. Is niet heel goed. Maar misschien dat we die in de volgende gym kunnen gebruiken. Ik ben benieuwd of ik die TM aan iemand kan leren. Nope. Dit schiet zo niet op, jongens. Ik zie die gym echt nog niet zitten eigenlijk. Ik ben een beetje bang dat mijn team dat helemaal nog niet aan kan. En daar komt hij hoor, met zijn Wooloo. We moeten tegen hem gaan battelen, tegen Milo. Ik had voor Scorbunny moeten kiezen in het begin, jongens. Ik moet gewoon eerst nog even trainen tegen Diglett. Ik heb gratis XP nodig. Kijk, daar is het Diglett nummer 3 verslagen. Stunky gaat naar level 17. Ja, en Stunky, die moeten we eigenlijk gaan gebruiken in de gym, denk ik. Want Stunky kent natuurlijk een Poison-type move. En dat is mijn enige super effective move tegen Milo. Wooloo is ook level 18. Die kan waarschijnlijk ook nog wel even helpen. Kijk hier, een wilde Pikachu. Ah, die hadden we ook gewoon als eerste tegen kunnen komen. En dan hadden we een Pikachu kunnen vangen. Yo, Pikachu. Doei, Pikachu. Dit was niet een hele goede Pikachu. Nog meer XP en Twacky gaat hierdoor naar level 21. Sommige mensen vinden dat je dit in een Nuzlocke Challenge eigenlijk ook niet mag doen. Dat je niet mag trainen. Want dan wordt het pas echt oprecht heel moeilijk. Want dan ben je op een gegeven moment gewoon underleveled in gyms. Want deze Pokémon van Milo, die zijn straks ook gewoon level 19 en level 20, hè. Dat is best wel een ding. En als onze Pokémon dan allemaal level 16 zijn, ja, dan ga je dat gewoon niet redden. Je ziet hoe makkelijk ik nu een level 15 Pokémon kapot maak. Dat gebeurt dan ook bij ons. Oké, Slowpoke is 19. Ik denk als Stunky op level 18 is, dat we naar de gym gaan. Oké, Stunky is level 18 en die wil nu Bite leren. Dat is helemaal goed in plaats van Fury Swipes. En dan geven we gelijk een Rare Candy. Dan is die level 19. Normaal geef ik nooit zo makkelijk mijn Rare Candies weg aan het begin van de game. Maar ik ben oprecht bang voor Milo. Let's go, de Gras Challenge. Ja, en deze wordt serieus lastig. Ik ben serieus een beetje onder de indruk van Milo. Ik ben geïntimideerd door die gozer. Oké, battle nummer 1 gaat hier plaatsvinden in het stadion. Oh, gosh. Welk level Pokémon zijn al jullie Pokémon dan? Meneertje Samuel. Die gooit een Gossifleur. Nou, dit is alvast een voorproefje voor de gym battle straks tegen Milo. Eens even kijken wat mijn Stunky kan tegen een Gossifleur. Gossifleur is level 16. Daar hoef ik me dus nog niet zo heel veel zorgen voor te maken. De Gossifleur die straks komt, die is sterker. En kijk eens. Ja, ik sloop deze Gossifleur niet eens in één keer, hè. Niet eens. Het is super effective. Gelukkig doet Leafage weinig damage op mij. Wat inhoudt dat ik met de tweede Acid Spray deze Gossifleur wel kan verslaan. Maar we gaan niet voor de one-hit KO blijkbaar met Stunky, jongens. Ben jij de tweeling, broer, van Samuel? Die gooit even een Bidoo. En dan gaan we eens even kijken wat Acid Spray op een Bidoo doet. Ja, 1/3 damage. Ik denk het nog niet eens. Bidoo die gaat voor Growth. Die gaat zichzelf even boosten. We hebben wel de special defense naar beneden weten te krijgen door Acid Spray. Juist, oké. Okay. Oh, je gaat alleen maar jezelf zitten boosten. Oké. Okay.
wat jij wil. Als jij me niet aan wil vallen, hey, dan moet je dat vooral niet doen, hè. Dan moet je dat vooral niet doen. Dan moet je het vooral lekker zo laten. Helemaal top. Dankjewel voor de gratis XP. Daarmee gaat Thwacky al naar level 22. Die gaat wel hard. En nu inderdaad een Oddish. En dan wordt het Slowpoke tijd met zijn gouden staart. Oh, Oddish doet gelijk even een stunspoor. Die paralyze mij. Oké, wil jij op deze tour gaan? Ik kan wel gewoon confusion doen door de paralyzation heen. Dus dat is lekker. Maar ik zal het nog een keer moeten doen om Oddish te kunnen verslaan. Oddish gaat ook even zichzelf boosten. Deze trainers zijn niet echt van het keihard aanvallen. Daar ben ik wel achter gekomen. En dan kunnen we het met de tweede confusion gewoon afmaken. Blijkbaar hebben we helemaal geen last van de paralyzation. Lekker dit. Ook Oddish is weg. Wooloo gaat naar level 19. Ga ik even die paralyzation weghalen. En door. Deze chick voelt het als haar verplichting om mij tegen te houden. Voordat we naar Milo gaan. En dat gaat ze doen met een bounce sweet. Ja, die acid spray die gaat wel lekker. Dit is de move die we moeten gaan gebruiken in deze gym. Zo te zien is mijn defense ook aardig in orde. Oeh, haha, we zijn bijna bij Milo. Mijn bounce sweet is weg. Lekker. Weet je wat het is? Ik wil gewoon niet dat de Pokémon down gaan. Ik heb nu al een band met deze 6 makkers. Ik wil niet dat ze uit mijn team moeten. Ik wil ze niet vrijlaten. Oh, dit doet nu acid. Oh, dat doet nog best wel veel pijn trouwens. Dat had ik niet verwacht. Die doet gewoon even 20 HP damage bijna. Oké. En dan kunnen wij doorlopen naar Milo. Ja hoor, daar staan we voor de deur. Ik hiel nog even mijn 2 Pokémon die dat nodig hebben. En dan gaan we in de volgende aflevering kijken of ik Milo kan verslaan. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's, jongens. En wil je mijn live zien game, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!